Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shop blog voor je. Ik ben een paar keer bij de Action geweest en heb dat allemaal in één gestopt, zeg maar. Waardoor het best wel veel lijkt, maar het is dus niet allemaal van één keer. Maar ik ga je gewoon laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankopen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen in beeld neerzetten. Mocht iets in de aanbieding gekocht zijn, staat er een sterretje voor. Dan weet je dat het normaal iets duurder is. Het eerste wat ik heb is een XL LED Bright Pad. Dat is deze. Ik heb zelf al een kleine lichtpad. Die gebruik ik ook best wel veel. Alleen ik miste eigenlijk een beetje een grotere. Want op die kleine kan niet mijn diamond painting. En dat kan op deze wel. En dan kun je het lichtje aanzetten en dan heb je dus achtergrondlicht op je diamond painting. Je kunt er ook mee overtrekken, mee inkleuren. Je kunt er van alles mee. Hier op de achterkant staat dat, zeg maar, wat je ermee kunt doen. Tracing, sketching, designing, diamond painting, handlettering. Het is een A3 formaat. Nu ben ik heel even benieuwd wat er dan bij zit. Een adapter en een stekker, USB-C kabel. Dat is wel handig. Je kan hem ook nog opladen met powerbanks trouwens. Maar goed, dat is deze dus. Dan heb ik een vliegenlamp. Een insect trap. Het is deze. Je had hem in twee kleuren. Ik heb een zwarte genomen. Ik heb toch best wel last van vliegen. Ondanks dat het nu de herfst er een beetje aankomt qua weer. Vliegt er toch nog wel eens een vlieg naar binnen, ondanks dat ik horen heb. Ik dacht, nou, ik heb eigenlijk gewoon zo'n lamp nodig. En wat staat er eigenlijk verder over op? Het is eigenlijk gewoon een insectenval waar licht in zit en er gaan de insecten dan in. Dus ik kan hem eigenlijk nog wel neerzetten, want we zijn nog niet van de vliegen af. En dan stop ik hem later gewoon in de zomerdoos. Dus dat vond ik wel handig. Dan heb ik een haarhanddoek gekocht. Ik vind die dingen altijd heel erg fijn. Ik gebruik altijd na het douchen zo'n haarhanddoek om mijn haar in te wikkelen. Mijn haar past er niet helemaal in, want daar is het te lang voor. Maar ik vind het wel heel handig. Er staat hier ook wel echt bij dat ze geschikt zijn voor alle haartypes en lengtes. En het is gewoon één one size, zeg maar. Dit is een panterprintje. En ik vind dat knoopje wel heel tof, zeg maar, die erop zit. Ik denk wel dat hij snel loslaat trouwens. Maar goed, gewoon handig om te gebruiken. Dan heb ik cleaning tabs voor de wc. Die vind ik heel fijn. Je kunt ze alleen nog bij de Action kopen, voor mijn gevoel. Want eerder kochten ze ze overal wel. Maar ik zie ze alleen nog bij de Action. En ik vind dat gewoon fijn. Het is gewoon zo'n 3-in-1 product. Dus die gebruik ik graag in mijn toilet. Dan hebben we hier de bon, die leggen we even apart. Dan heb ik 3 highlight sticks. Yes. Dat zijn deze, die waren nieuw. Dat zijn deze highlighters. En die zien er wel heel erg mooi uit. Ik heb hem in de kleur 178 Glow Getter. Dat is deze. Dan hebben we de 170 Shining Bright. Ik weet niet of dat ze helemaal vernieuwd zijn of dat het dezelfde kleuren zijn die ze vroeger verkochten. Maar ze zouden makkelijk te blenden zijn ook. En dan hebben we hier de kleur 172 Lumineus. Dus dat is die. Die vond ik ook wel heel leuk. Benieuwd om te proberen. Dan hadden ze eindelijk ook de Cheek Lip en Eye Stick weer. En daar heb ik eerder al 2 kleuren van gekocht. Maar de lichte variant die had ik nog niet. Dus ik heb nu ook de lichte variant gekocht. Ik had al de oranje en de donkerroze. En nu heb ik de kleur 181 Fleur de Pink. Was toen een hele hype geweest. En toen is het even weg geweest. Maar nu hebben ze ze weer. Dus vond ik wel leuk. Toen kon ik alsnog de ontbrekende kleur kopen. Want toen ik ze toen had gekocht, toen waren heel veel kleuren al uitverkocht. Dan heb ik een setje met houten pencils. En dat zijn deze. Die ziet er ook wel echt super leuk uit. En dit zijn dus houtloze potloden. Woodless is natuurlijk houtloos. En je kunt ze gebruiken voor aquarel effect ook. Om
als je ze met water, als je er water bij toevoegt. Maar ik vond het er wel handig uitzien. Ik dacht, ik wil dat wel eens proberen. Want ja, het meeste is van hout. Ik weet alleen niet, hoe moet je dat dan slijpen? Staat dat er ook op? Nee. Staat hier wel iets bij? Pre-sharpened. Nou, dat ga ik nog wel een keertje testen. Maar in ieder geval houtloze potloden. Hoeveel bonnetjes kan een mens vinden? Nou, genoeg. Dan heb ik zo'n klein storage basket gekocht. Die kun je gewoon in elkaar zetten. Dat is gewoon zo'n klein doosje. Die vond ik wel handig om ook wat creatieve spulletjes in op te bergen. Als het goed is zit er ergens in de tas nog eentje, maar die komen we straks tegen. Ik had eigenlijk nog een slag groter willen hebben, maar die hadden ze niet. Die kleintjes wel, toen dacht ik, nou die neem ik dan in ieder geval mee, want ik kan dat altijd wel gebruiken. Die kun je bijna nergens vinden of ze zijn gewoon niet leuk geprijsd. Dan heb ik nog zo'n setje met de Theme-stempels gekocht. Die had ik al 2 setjes van en ik dacht, nou deze vind ik ook wel leuk. En deze hebben dan dit soort dingetjes erop. Dus dat vond ik wel leuk. Misschien nog een keer leuk om een video over te maken. Dat we ook echt even kunnen zien hoe het werkt. Ik weet het zelf ook nog niet. Maar wat ik zo zie is dat 1 stempel heeft gewoon meerdere kanten. Ik weet niet of er nog andere kleuren waren, maar ik heb nu deze in ieder geval. Dan heb ik een glow lotion gekocht. Dit is voor een Natural Glow Enchanter. En dat is deze van Max & More. Die zag er wel leuk uit. Heeft een kleurnaam gekregen. Nee, gewoon Light Glow. En ik was wel benieuwd wat dit zou doen. Het is eigenlijk een highlighting glow lotion. Het was nieuw. Ik dacht, leuk om even te gaan proberen. Want ik kende dit nog niet. En ja... Het kost bij de Action niet zo heel veel, dus het is wel leuk om dat soort dingen dan te proberen. Dan heb ik ook nog 3 lip care serums gekocht. En ik hou heel erg van verzorging op de lippen. En ik heb hier de Mon Cheri. En deze ruikt dan ook naar kersen. Zo ziet het eruit in deze verpakking. Het ziet er echt wel heel erg leuk uit. Er zit dus een cherry geur aan en... het is altijd wel fijn om je lippen wat meer verzorging te geven, vind ik zelf. Dan heb ik hier de Sweet Peach. Deze heeft dan een perzikgeurtje. Ook wel heel lekker, denk ik. En Choco Loco. Coco Loco, sorry. Deze heeft een kokosnootgeur. Ik zou willen dat hij een chocola rook, maar kokosnoot is ook lekker. Dus dat is die. Dan heb ik nog een aantal... body glitters meegenomen. Dit vind ik wel leuk. Die kun je op je haar gebruiken, op je gezicht of op je lichaam. Dat vind ik ook altijd wel leuk met feestdagen. En dit zijn gewoon van die kleine potjes met glitters die je dus kunt uitsmeren. Ik heb een roze. Er staat denk ik geen kleur op. Nee, Cosmic Piggy. Het is een Twinkle Dust. Dus deze. Dan heb ik ook een gouden. Ook wel leuk. En blauw vond ik ook wel leuk. Blauw-groen eigenlijk. Het doosje is blauw, maar als ik het zo kijk vind ik het meer groen. En zilver. Het is wel leuk om een keer te proberen gewoon. Kan ook heel leuk zijn natuurlijk voor festivals. Maar het festivalseizoen is nu wel ten einde. Maar ik vond het wel leuk en ook wel met de feestdagen zoals ik zeg om zoiets uit te proberen. Dus dat vond ik ook wel leuk. Oké, dan gaan we door naar de volgende tas. En alle herfstspullen liggen natuurlijk alweer bij de Action. En het leek me wel leuk om dit jaar ook in huis een beetje herfstthema toe te passen. Dus ik dacht, nou, dat ga ik eventjes leuk doen. En ik heb allereerst deze gekocht. Het is een, eigenlijk een heel leuk houten decoratie die je gewoon leuk neer kan zetten met autumn en een... Een uiltje en paddenstoelen en blaadjes. Ik vond het wel heel leuk. Hierachter zit ook nog een hekje. Vraag me af, die zie je bijna niet. Kijk, als je heel goed kijkt zie je hem hier aan de zijkant. Je had hem in meerdere varianten en ik heb deze gekozen. Want ik vond dat rood sprak me wel aan. Want dan ben ik toch wel fan van rood. Dus die vond ik ook wel heel leuk. Ook heb ik kunstblaadjes meegenomen. Ik ga hier iets mee doen, maar de rest zit denk ik ergens onder in de tas. Dus ik zal het straks uitleggen. Ook een beetje voor de decoratie. En ik vind het wel leuk, al die herfstdingen. Ik deed eerder eigenlijk nooit echt een herfstthema. Maar ik vind het eigenlijk toch wel heel erg leuk om wat meer met thema's te werken in huis. Dus ik dacht, ja, dat gaan we nu doen. En ik heb het gelijk ook maar gekocht, want het vliegt vaak de winkel uit.
Dan heb ik een storage case. En dit is een universele case waar je dus heel veel mee kunt. Je kunt er bijvoorbeeld, op het plaatje hebben ze er wat kabels, een koptelefoon en een tablet in gestopt. Maar ik heb ook al wel gezien dat er mensen zijn die er bijvoorbeeld hun make-up in stoppen. Dat ze op vakantie gingen, dat ze de make-up instopten. Maar het leek mij wel handig voor wat creatieve spulletjes erin te doen. Hij is 10 inch, dus er kan best wel veel in. En het is ook wel een hele populaire, want hij is heel vaak uitverkocht. En nu zag ik hem en ik dacht, nou, nu neem ik hem dan toch eigenlijk mee. Want ik ben er al een tijd naar op zoek. Dan heb ik nog een herfstdecoratie. En dat is deze met een uiltje, een egel en een paddenstoeltje. Ik denk dat ik nog iets erbij wil, misschien van een eekhoorntje. Vind ik ook al bij de herfst passen, dus daar ga ik nog eventjes naar kijken. Maar dit vond ik ook wel heel erg leuk. En ze hebben verschillende setjes, maar het egeltje, ja, mijn moeder heeft dus heel veel met egeltjes. En als ik een egel zie, doet het me heel vaak aan mijn moeder denken. Maar ik vond deze wel leuk. En leuk omdat straks als de herfst aangebroken is, dat het echt herfst is. Ik wacht wel tot het echt ook officieel herfst is, om dan wat leuke dingen in huis te gaan doen. Ik heb koekjes gekocht. De Twix koekjes, die leken me super lekker. Ik had ze al elke keer gezien. En ik vind Twix wel lekker, maar ze hebben er nu dus koekjes van. Dus ik dacht, nou, die wil ik wel een keertje proberen. Of dat die lekker zijn. Ik hoor heel vaak van mensen dat Action echt veel lekkere koekjes en ook wel snoepjes heeft. Ik dacht, nou, die Twix koekjes, die gaan mee. Die wil ik echt proberen. Hoe lang is dit goed? 2025. Maar goed, ik moet ze even goed wegleggen. Maar dan ga ik die eens een keertje proberen. Want die zijn wel echt heel erg lekker. Dan heb ik iets heel saais gekocht. En dat is toiletverfrisser. Of toiletreiniger moet ik eigenlijk zeggen. Ik kocht dit altijd bij de Lidl. Maar die hebben tegenwoordig een andere variant. Ook iets met vegan, geloof ik. Of bio. En dat zijn dan zulke grote flessen. Die ik gewoon heel onhandig vind om in mijn wc te schenken. En het kan het ook niet zo makkelijk kwijt. Ik vind deze altijd wel fijn. Ik heb hem eerder gehad. Ze hebben hem in verschillende varianten. Maar ik heb de roze genomen. De tropische bloemengeur. En langdurige frisheid van Harpic. En die zijn eigenlijk ook heel betaalbaar. Dus kan ik er eentje gelijk in mijn keukenkastje zetten. En dan zet ik er eentje bij de voorraad neer. Omdat ik natuurlijk niet super veel bij de Action kom. Laatst ben ik er wel wat vaker geweest. Ik dacht, kan ik beter gelijk een voorraadje inslaan. Want dan heb ik gewoon even wat staan. En je doet er op zich best wel lang mee. Want die flessen zitten nog best wel vol. Dan heb ik de bronstick gekocht. Die was er nu ook weer. Die heb ik toen ook niet gehaald. Maar ze hebben hem nu dus. Ik heb wel de medium dark. Ze hadden blijkbaar 2 kleuren. Maar dat heb ik niet gezien. Misschien dat ik de lichte kleur er ook nog wel bij haal. Zodat ik dat met een review dan goed kan laten zien wat het verschil is. Deze kun je voor zowel je gezicht als je lichaam gebruiken. En het was toen ook een hele hype. Maar toen was hij er in één keer ook weer niet. En nu was hij er weer wel. Toen dacht ik gelijk, nu kan ik hem eindelijk ook kopen. Want ik was er toen al heel nieuwsgierig naar. Dan heb ik 2 van deze blush stempels gekocht. Dat is ook zoiets. Is er ook een hele tijd geleden, is hij er geweest. Nergens gevonden. Nou, toen was die ook weer weg en nu hadden ze ze weer. Ze schijnen ook nog 1 lichtere kleur te hebben, maar die heb ik niet kunnen vinden. Maar dit is een roze. Het is dus eigenlijk gewoon een blush met een stempel die je op je gezicht kunt stempelen. Dan krijg je een hartje. Doet me een beetje denken aan die van de laatste keer zo'n collectie uitgeprobeerd met zo'n blush stempel van Catrice. Maar deze was er wel eerder. Dit is van Fab Factory, dus een roze. Heeft hier ook een naam. Kan ik zo niet zien. En de oranje. Het is dus de bedoeling dat je dat hartje op je gezicht stempelt en daarna blendt. Het zou een heel leuk resultaat geven. Dus ik vind het wel leuk dat dit soort dingetjes ook weer een beetje terugkomen. Nou, nog zo'n pakje met wc-tabs. Vind ik ook fijn om op voorraad te hebben. Wederom weer, ik kom er niet super vaak. Dus het is gewoon fijn om dat in huis te hebben. Onder de
het doen van de herfstdecoratie heb ik dit leuke treetje gekocht. Je had best wel veel keuzes, ze hadden ook veel ronden, maar dat sprak me toch minder aan. Toen zag ik deze en toen dacht ik, ja, die vind ik leuk. Ik vind het ook echt een beetje zo'n herfstkleur. Het lijkt me dus heel erg leuk om hier dan die blaadjes zo in te decoreren en dan ja, leuk die beeldjes erbij te zetten. Dus ik dacht, dat is wel leuk. Het zet ook handig weg. Het is verder ook niet zwaar. Je had hem in verschillende kleuren. Ik vond rood dan leuk, dus ja, ik vond hem gelijk gewoon heel erg fijn. Hij is 25 bij 20 bij 4,5. Verschillende kleuren hadden ze, dus ik vond het wel echt een heel erg leuk treetje. En ik zag daar wel mijn herfstdecoratie zo op staan, dus ik dacht, dat vind ik leuk. Dan heb ik hier nog twee decoratietjes van de herfst. Die had ik even ingepakt. Dat is nog een paddenstoel. Kijk, dit is al een beetje jammer. Daar moet je heel goed naar kijken. Want deze is dus al een klein beetje beschadigd. Dat heb ik in de winkel niet gezien. Nou ja, als ik hem zo neer zou zetten, dan met dit naar de achterkant zie je het niet. Omdat ze los staan. Dus daar moet je even goed op letten. En dus een paddenstoel. Ze hadden hem ook in het oranje. Maar ik vond dan die bruine op zich wel heel erg leuk. Ook omdat ik natuurlijk al een paddenstoeltje heb in de andere decoratie. En een pompoen. Die vond ik ook wel bij de herfst passen. Die vond ik ook wel leuk met een gouden top. Dus dat ja, vond ik wel heel erg leuk. Net wat ik zeg, misschien dat we nog wat dingetjes erbij willen halen. Want ze hadden best wel veel. Dus dat vond ik wel leuk. Ik had hier even een krantje omheen gedaan. Als je denkt, ben je aan het kraken. Omdat je natuurlijk bij de Action niet meer die blaadjes kan pakken. Ja, ik neem het niet uit mezelf mee. Maar ik vond het wel handig om hem dan eventjes thuis in een krantje te doen eigenlijk. Dan heb ik sneaker whitener gekocht. Ik heb gelijk twee flesjes, want ik weet niet hoe lang je hiermee doet. En ik heb best wel wat sneakers die ik eigenlijk wit wil maken. Ik dacht, ja, hè, straks ga je weer meer je winterschoenen en zo aantrekken. Dan vind ik het gewoon fijn als ik mijn sneakers helemaal netjes wit kan maken. En dan staan ze gewoon weer klaar voor volgend seizoen. Ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar je kunt dus de witte kleur van je sneaker ermee herstellen. Dus ik dacht, nou, ik heb er dan twee gehad. Ik dacht, dat lijkt me gewoon leuk. Dat wil ik in de vlog gaan uitproberen. Of even kijken of ik mijn schoenen weer een beetje netjes kan krijgen. Ook die randen, weet je wel. Ik vind het gewoon wel een fijn idee als ze dan weer lekker fris in de kast staan. Dus nog geen ervaring mee, maar gaan we een keer proberen. Ik ben dan wel heel benieuwd. Oh, kijk, dat is gewoon zo'n sponsje. En dan kun je het dus insmeren. Maar misschien moet je het nog wel uitsmeren met een ander sponsje. Maar dat gaan we wel zien als we dat gaan proberen. Oh ja, hier was het andere mandje die ik dus ook had gekocht. Ik dacht, dan heb ik er gelijk twee. Dus dat is wel handig. Ik weet niet of hier een afmeting op staat trouwens. Ja, 15 bij 15. Bij 15. Dus 3 keer 15. Als ik de grote nog tegenkom, zou ik die ook zeker nog willen kopen. Maar ja, het is net wat ze hebben. En ik wil dan toch graag dat roze. Want ja, ik hou van roze. Dan heb ik deze pouch gekocht. En deze blokkeert signalen. Als je hier je telefoon stopt. Hier hebben ze dan bijvoorbeeld ook nog een pasje erin zitten. En een autosleutel. Maar hiermee, als je hier je spullen in stopt, kun je dus niet getrackt worden. Hiermee wordt je informatie beschermd. Het is handig voor het reizen. En daar heb ik hem niet per se voor gekocht. Maar ik merk nog wel eens dat ik het gewoon soms niet heel handig vind. Bijvoorbeeld eventjes weg dat je hele tas mee moet nemen. Als ik dan hier mijn telefoon in doe, dan vind ik het gewoon handig. Een paar pasjes erbij, dan heb je gewoon alles. Maar je kunt hier dus gewoon ja, best wel veel in doen. Ik hoop wel dat mijn telefoon erin past. Zullen we dat eens even proberen? Want ik heb natuurlijk zo'n mega. Ja, past gewoon. Die zit er nu in. En dan kun je er nog wat pasjes in doen hier aan het voorvakje. En dan, deeg wordt eigenlijk heel erg beschermd. Ik vond het wel gewoon, ik vond het wel handig. Dus ik heb hem gekocht. U kunt hem ook ergens aanhangen, want er zit een keyring aan. Dan had ik twee van deze bakjes meegenomen. Ik was eigenlijk van plan om alleen de roze te kopen, want die wilde ik heel graag hebben, de roze. Dit is zo'n mandje en hij staat bij de spulletjes van het creatieve. En daar kun je dus dan wat spullen in stoppen. Ze hebben hier bijvoorbeeld wat verfaccessoires ingestopt en ik wilde heel graag de roze hebben. Maar ik zag ook alweer dat er een streep door de
het etiket heen stond. Dat betekende dat ze er weer uitgaan. Toen dacht ik, ja, dan neem ik de blauwe ook wel mee. Want ik vind het ook wel handig als ik een video ga opnemen met make-up. Om hier de make-up in te vervoeren naar de woonkamer. Want ik alles altijd op de slaapkamer heb. Dus het lijkt me wel heel erg handig. Dus uiteindelijk heb ik dan ook de blauwe variant meegenomen. Dus kan ik er eentje voor de make-up gaan gebruiken. En dan zet ik er eentje boven neer. En als ik dan wat spullen mee naar beneden wil nemen. Dan kan ik het er hier mooi zo instoppen. Om ermee aan de gang te gaan. Dus ja, ik vind het wel leuke, ja, handige bakjes. Maar net wat ik zeg, er stond bij de Action waar ik was alweer een streep doorheen. Dus de kans is heel groot dat ze inmiddels alweer uit het assortiment zijn. Dat vind ik wel jammer, want zo lang zitten ze er nog niet in. En dan gaan ze er ook alweer uit. Maar ja, dat doe je soms niet heel veel aan. Dat vond ik van Fab Factory ook weer een heel erg mooi palette. En dat is het Coral Luster Face Palet. En het is dus een palette met, wat meerdere producten erin. Je maakt hem zo open. En dan zit er ook een tutorial in. Dan heb je hier een hele rits aan oogschaduw. Met wat groenere tinten. Even heel voorzichtig doen. Met allemaal van deze kleuren erin. Ook super leuk. Hou ik zelf heel erg van. En het laatste wat je dan krijgt is een paletten met allemaal face producten. Dus het is eigenlijk een best wel groot paletten in één. Super leuk. Je kunt hem dus draaien. Want er zit hier zo'n mechanisme waardoor je hem aan kunt draaien. En dan heb je gewoon eigenlijk een paletten met best wel veel mogelijkheden. Dus die vond ik echt super leuk. Dat had ik nog niet eerder gezien. Maar ik dacht wel gelijk, ja, die wil ik wel heel graag hebben. Dus die heb ik ook gekocht. Omdat ik hem gewoon echt wel super leuk vond. Dus ja, ik ben daar ook wel heel erg blij mee, moet ik zeggen. Ook kocht ik nog een setje met gebaksvorkjes. Kom nog wel eens tekort. En dan heb ik er gewoon 12. Ik gebruik ze ook wel eens om het kattenvoer te verdelen voor de katten. Dus die vind ik ook wel heel erg handig. Dus als je niet zo heel veel hebt, dan moet ik er even een setje bij. Nu hadden ze weer bij de Action, want ze zijn er een tijd niet geweest. Dus niet heel bijzonder, maar wel gewoon handig. Het laatste wat ik heb gekocht, dat zijn een aantal cutting dies. Die zijn van papier en er zitten ook foam 3D stickers bij. En dat zijn deze zakjes met leuke stickers. Ik heb er hier eentje die helemaal met dieren is. Hier zitten dan bijvoorbeeld ook olifantjes en girafjes in. Hele leuke stickers waar die je ook weer heel erg leuk kunt gebruiken met kaarten maken. Dat 3D foam, dat spreekt me ook wel aan. Maar echt wel hele leuke cutting dies. Je hebt best wel veel verschillende. Dan heb ik er eentje met hele mooie bloemen erin. Die vond ik ook wel heel erg mooi. Die ziet er aan de voorkant dan zo uit. En hier zit ook bijvoorbeeld wat konijntjes, een hond, een ezel. En ook wel wat leuke dieren, maar ook bloemen. Dan deze. En ook deze heeft weer dieren. Die vond ik ook wel heel erg leuk. Ja, jullie weten dat ik van dieren hou. Daar zitten deze in. Die zijn ook wel super leuk. Wat olifantjes, een luchtballon. Vind ik altijd heel erg leuk. Konijntjes en ja, gewoon hele vrolijke cutting dies. Dan heb ik deze. En deze heeft alles te maken met taarten en dat soort dingetjes. Ook wel heel erg leuk. Cadeautjes, dus ook leuk bijvoorbeeld voor een kaart. Ze zijn ook best wel groot, de cutting dies, als je zo ziet. Dus ook hele leuke. En dan heb ik nog deze. En deze heeft ook weer wat dieren. Die vond ik ook wel weer super leuk. Dus daar werd ik ook wel weer heel erg blij van. Dus wel weer hele leuke. Je hebt echt heel veel verschillende soorten. Maar ik heb er gewoon een paar uitgekozen die ik heel mooi vond. Maar ik ben er wel weer heel erg blij mee. Dan waren dit alle spulletjes die ik bij de Action heb gekocht. Uiteindelijk als ik ernaar kijk denk ik, ach, het valt nog wel mee. Maar het waren gewoon dingetjes waar ik wel heel erg blij van word. Ik ben ook heel blij met de herfstdingetjes. Want het lijkt me gewoon heel erg leuk om daar straks lekker mee aan de gang te gaan als die tijd aanbreekt. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jij het leukste vond wat ik heb gekocht. Ja, misschien vond je ook niks leuk. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vond wel weer hele leuke items waarvoor ik ben geslaagd. En ik heb ook zin om de spulletjes lekker te gaan gebruiken of ermee lekker aan de gang te gaan. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een rode button. En daarnaast staat ook een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen.
Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij de volgende video weer te mogen zien. Doei!